Sportservice de Vallei is voor de zomermaanden in de gemeente Ede gestart met de fietsbingo. Wij vroegen medewerkster Angeline van der Kraats: wat is het en hoe kom je erop? We hebben een collega die uh, woont aan de kant van Putten. En uh, die zag daar tot we daar een fietsbego uh, was. En wij dachten dat moeten we hier in Ede ook gaan doen. We hebben zo'n gigantisch mooie gemeente met zulke mooie dorpen. En laten wij eens even gaan uh, starten hiermee. Ja, het is zomervakantie hè. En heel veel mensen gaan er natuurlijk op uit. En uh, vinden het leuk om uh, weer op de fiets te stappen. Ondanks het weer natuurlijk nu even iets tegenvalt. Maar ja, je bent zelf het zonnetje op de fiets zeggen wij dan altijd. Ik, we zijn zoveel mooie droge momenten en zo'n mooie omgeving hier. Dus je moet er eigenlijk gewoon erop uit. Het is de bedoeling dat... Mensen op de fiets stappen en uh, ze kunnen langs 16 bedrijven. Ze moeten natuurlijk eerst wel even een zo mooie fietsbegelkaart. Dat kan uh, bij de deelnemende bedrijven, die uh, die 16 deelnemende bedrijven die we hebben, uh, staan ook bij ons op de site. Maar kan ook bij Zwembad de Peppel. Kan je de kaart ophalen en dan kun je gaan fietsen. En dan overal waar je komt, zeg maar, bij de deelnemende bedrijven, krijg je een stikkertje. Sommige bedrijven hebben ook een actie, want uh, die eraan vastzit, maar er staat op de Bingo kaart waar je dat kunt halen. En sommige verzinnen dat de plekken nog wel. Vervolgens ga je mooi fietsen, dan heb je die stickers. En vervolgens ga je hem gewoon inleveren. Dus dan kan je inleveren. Kun je hem tot 8 september bij uh, Zwembad de Peppel. Je kunt hem ook opsturen hier naartoe. En dan in de week van 16 september gaan we natuurlijk hartstikke mooie prijzen uit. Uh, of ja, de bak trekken we een aantal kaarten uit met mooie prijzen. En moet je ze alle 16 hebben? Nee, je, kan, je hebt twee rijen. En het is of één rij vol, of de andere rij vol. Of de hele kaart. Het is maar net hoe je wil doen. En je mag zoveel meer kaarten inleveren als je wilt. 16 bedrijven over de gemeente Ede, wat we roepen, vanaf Bennekom tot Otterlo-Harskamp. Dus eigenlijk elke uh, dorp heeft wel een uh, bedrijf die meedoet. We hebben bijvoorbeeld de ijssalons, of we hebben hele leuke boerderijen. We hebben uh, primera's bijvoorbeeld. We hebben eigenlijk uh, van alles doet er eigenlijk mee. Niet alle bedrijven zijn natuurlijk altijd open. Kijk heel even op de site of bel de bedrijven, als je die kant op wil of ze er zijn. Het weer is niet zo best de laatste tijd. Uh, wat met slecht weer. Er zijn zoveel mooie momenten in Nederland. Het regent echt niet altijd.